Lo cual que bastante mira mi trasta es el primer Lego League Challenge que nací en Bonaire. Anto ya esto consiste de diferentes team que tico los op diferentes misión. Anto de en tres días aquí nan mesa construir robot programar y ahora que nos awak nos base con proof ronda y acerato nos va a ir entre de competencia mes. El proyecto aquí un que lo que mari para hoy to acuta es parte de traunto to hop importante. Seita seita es un that's the first point. Mi que me bo potra bon boso, pero tecnologia bir asina avanza ku bu mesteri masien ibu mesti traunto. Esa que tamo ta forma echt un parte di e challenge. Caminda na mesa disse di kenta bai hasi strategia. Kenta bai programa, anto kenta bai trai robot. Dus ting echt parti trau junto e cos hobby great ame ku nosa asto ba ku diferente team ta yuro otro que men eton competencia pero toch nit come mucha na experiencia sa que na reaction mi ta kere onto ku na dai hobby great akerato nosa ba ora nosa bai pa e competencia mes mi ta kere nosa ba ku hobby emotion hobby great amendo mi ta kere akerato da bom pa entrevista undi e yuno ta ame pa ba na con na ha e cocina mes. Nós temos quatro times de quatro muchas, que tem 16 muchas a participar. Nós temos um bom ajuda, me nota ganha de Renan Bistina Kulusinishi, nanta de Stichting Eduland, e nang a doner, que tem a donatur e lego nanta queda aqui na Bonaire. Então, nós estamos contentes que seis sponsors também de HL com a Soro para transportar turcos por nada para nós. Essa que virou uma matéria de um futuro? De um futuro, a work na SGB nós é bezig com o programa na Dispersi School. Dus Lego League também segue, tem o quadro aí, também tem mais lesse técnico, arte, baile, coisa cultural, tudo isso aí, só se tem Dispersi School. Nós estamos começando com essa outra semana, dus o Lego League aqui também segue, junto com outra atividade também, na schools. Na SGB. Only in Ohio! Only in Ohio! Only in Ohio! 3, 2, 1, Lego! Yeah, we fit some digits and we got our midgets. Deze project? Hartstikke leuk. Ik vond de mensen waarmee ik kon samenwerken hartstikke leuk ook. En ja, we hebben het heel goed gedaan. En ik ben heel trots op ons team. We hadden als enige team een opdracht gedaan die niemand anders had, waarvoor je de meeste punten kon krijgen. En daarmee hebben we denk ik gewonnen. We waren met die laatste opdracht wel heel erg lang bezig geweest, omdat ja, het is wel een hele moeilijke opdracht. Maar daardoor hebben we wel gewonnen. En ja. Ja, het was echt heel erg leuk, omdat normaal zit je natuurlijk achter een bureau op school en nu hebben we echt iets met onze handen gedaan en echt programmeren. En dat doe je normaal niet in de les, dus dat is wel echt heel erg leuk. Ja, het is wel handig dat we natuurlijk mensen hadden die wisten hoe het moest.
Maar dat is niet makkelijk om zeg maar de strategie en zo te bepalen. Het was in ieder geval heel erg leuk. Ja, en het was natuurlijk ook leuk als we tweede en derde uit zijn gekomen. En het bouwen en de teamwork, dat was eigenlijk het allerleukste. Als je niet goed samenwerkt, dan kun je het allemaal niet goed voor elkaar krijgen. En dan krijg je ruzie. Maar als het goed gaat, ja, dan kom je op de eerste plaats uit.